Hallo kijkers, vandaag is het 21 juli. Betekent dat vandaag de Belgische feestdag is? En omdat vandaag de Belgische feestdag is, leek het me leuk om vandaag Hearts of Iron 4 te spelen. We gaan spelen als België. Over een aantal jaar zal Duitsland ons binnenvallen. Ik hoop dat we de Duitsers kunnen laten terugtrekken tot Berlijn. We beginnen dan natuurlijk met wat research te doen. Eerst voor deze kant te doen van de Focus 3. We hebben nog wat civilian factories. En dit is ons leger dat we nu hebben. Dit wordt even een generaal. We hebben nog geen kanonnen. Dus dan moeten we ook even researchen. Maar eerst research ik nog wat andere dingen. En laat de tijd al maar verder gaan. Ik ga in deze run proberen om communistisch te gaan. Maar ik kan nog dit pad nog niet op. Dus ga ik wel even de industriepad nu even doen. Ja, we kunnen al partial mobilization gaan. Maar ik ga nu even voor deze hier. Dan krijgen we wat meer communisme in ons land. En ik probeer communistisch te worden in deze run. Oké, zoals gedaan, nu kan ik artillerie doen. Zo. Mijn divisies kunnen ook even trainen. Mijn plan is om Nederland binnen te vallen en ook Luxemburg. En dan kunnen we dit hier vormen. De United Kingdom of the Netherlands. Dat zal wel fijn zijn. Maar ik weet niet of dat zal lukken. Zometeen gaat ook nog de Spaanse burgeroorlog uitbreken. Maar ja, we kunnen helaas geen volunteers versturen, want we hebben maar een klein legertje. En nu is de Spaanse burgeroorlog uitgebroken. Ja, we hebben minstens 30 units nodig. Of 30 divisions. En dat hebben we nu nog niet. Dan kan ik ook nu even artillerie produceren. Zo, op alles 2 fabrieken. Ik ben trouwens niet zo heel erg goed in dit spel, dus ja, verwacht niet de beste gameplay. Ik heb even ook al mijn troepen verhuisd naar de grenzen met Nederland. Nu artillerie kan ik even hieraan toevoegen. Ja, die is nog even te duur. Kijk, onze soldaten goed trainen. Ik kan ook anti-air gebruiken waarschijnlijk, dus dat moet ook geresearched worden. Hier kan ik nog artillerie aan toevoegen. Ik kan misschien ook even fascisme bannen. Dan geeft ons wat meer communisme. Even wachten tot ik 100 political power heb. Dan kan ik switchen naar communisme. Duurt even. Doe ook nu even geen focus 3, omdat ik dan meer political power krijg. Ja, nu kan het. Dan zijn we nu communistisch. Dus nu kunnen we die kant van de focus 3 doen. Oké, we verklaren hun oorlog. We kunnen dan pas echt de oorlog verklaren op 23 mei. We kunnen ook nu een Justify War Call doen tegen Luxemburg. We kunnen ook iets doen hier bij spionage. Dat vergeet ik altijd. Nieuwe divisions maken. We kunnen nu ook al de oorlog verklaren aan Nederland. Oké, wat wordt ons plan? Ja, hier even aanvallen. Hopelijk wordt deze invasie een succes. Zo, deze unit is al meteen omsingeld. Ik moet proberen nog niet heel Nederland in te nemen tot ik de oorlog kan verklaren aan. Oh, Luxemburg is, wordt geholpen door Engeland. Dat betekent dat ik dan toch niet voor dit kan gaan, want ik wil niet in oorlog gaan met Engeland. Even visies allemaal aanvallen. Tot nu toe gaat die invasie wel goed. Even aanvalbonus. Dit stuk hier heeft afsluiten. Rotterdam is al ingenomen. Ja, de Nederlandse kijkers van deze video zullen waarschijnlijk helemaal niet blij zijn met dit. Het grootste probleem straks is Duitsland, want die gaan ons sowieso aanvallen. Dus daarvoor moet ik even op voorbereid zijn. Oké, Nederland is van ons nu, dus ik ga alles aan Nederland gewoon innemen. Ja, van dit maak ik dan gewoon een puppet. Zo, en wat doe ik met de rest? De rest gewoon ook gewoon puppets doen. En dan zijn we nu een stukje groter. En dan is het nu de tijd om ons voor te bereiden met de oorlog
met Duitsland. Die gaan sowieso gaan aanvallen. Nu heb ik ook wat extra XP gekregen, dus ik ga hier ook even anti-air aan toevoegen. Oh, zelfs Zwitserland en Denemarken willen Luxemburg te hulp schieten. Ik ga ook even misschien best ook even wat forten bouwen aan alle stukken grens. Hier heb ik al een netwerk opzet in de Berlijn. Duitsland verklaart oorlog aan Polen. We zijn ook samen een factie met Italië. Ik hoop dat Frankrijk deze front kan houden. En dan hoop ik dat wij dit front kunnen houden. Ja, rip Polen. Je zal herinnerd worden. Polen houdt nog steeds stand. Houdt wel heel lang stand. Polen heeft al heel veel casualties op Duitsland gedaan. Ze gaan wel bijna capituleren, dus dat is jammer. Deze divisies hier even gewoon, als er even een frontlijn breekt, kan ik deze divisies even sturen als hoofd. Oh nee! De oorlog is begonnen voor ons. Ik hoop dat het goed gaat aflopen. Oh nee, dit is overal rood. Dit ziet er niet goed uit. Even een nieuw plan. Deze vier divisies stuur ik even misschien hier, dat ze achter de vier zitten. De rest kan ik hier zo sturen. Hopelijk kan dit een beetje helpen. Maar dit ziet er echt niet goed uit. Oké, we gaan even nog in de factie met Groot-Brittannië. Dus die kunnen ons misschien te hulp schieten. Deze divisies moet echt snel terugtrekken. Maar echt even een nieuw plan. Dit hier maken. Zo. En alle divisies zo snel mogelijk hierheen. Zo achter de rivier. Dan zijn ze iets beter verdedigd. Jammer dat het zo moet aflopen. 60.000 casualties nu al, maar bijna 50.000 op Duitsland gedaan. Het ziet er niet goed uit, maar nu houden we al een beetje. Hopelijk blijft het. Oh, ik ben helemaal mijn vliegtuigen vergeten. Hopelijk helpt dit een beetje. Ik moet echt de lijn houden nu. In een fort maken. Ik had misschien beter forten gebouwd achter de rivieren. In plaats van met aan de grens. Voor die frontlijn gaat breken. Ja, die frontlijn breekt ook nu al. Ik ga ook mijn bondgenoten in de oorlog roepen. Ja, twee extra divisies zijn wel handig. Oh, is zelfs een tankdivisie. Dit is niet goed. Ah ja, ze hebben nu ook al Eindhoven ingenomen. Deze divisie ook nu even terugtrekken. Ik hoop nog stand te kunnen halen tot 1940. Een nieuwe divisie snel hierheen. Eerste divisie ook even misschien best terugtrekken. Denemarken is ook in oorlog nu. Nu naar de casualties. Bijna 100.000. We hebben al meer casualties inflict op Duitsland. En Italië is nog niet betrokken bij de oorlog. Maar ik hoop nu dat Frankrijk ook hier wat troepen heen stuurt. Zou wel handig zijn. Hey, wat doen jullie hier? Gewoon even spreiden naar alle fronten. En het ziet er helemaal niet goed uit. Brussel wordt aangevallen langs verschillende kanten. Snel even Brussel erop schieten. We hebben nog maar een klein stukje land. Door al die oorlog vergeet ik elke keer research te doen en zo. Ah ja, in Brussel gaat zo ingenomen worden. Het ziet er echt niet goed uit. We hebben wel een maandje langer kunnen stand houden dan ik had verwacht. We hebben het wel beter. We zijn officieel verslagen, helaas. We hebben het wel langer kunnen volhouden dan Polen. En ook langer kunnen volhouden dan in real life. Duitsland ook wel extra casualties bezorgd. En Italië. En ja, nu gaat ook nog Frankrijk vallen. Dus laat even weten of jullie hier ook een vervolg van willen zien of niet. Ik ga het even hierbij laten. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.